Openbare Werken minister Riyad Noor Mohammed. Die is er ook een van de sprekers geweest woensdagavond tijdens de Onder Osso vergadering van de politieke partij de VHP. Noor Mohammed die is er ingegaan op aantal issues betrekkende hebbende op de werkzaamheden van zijn ministeries. Volgens de minister is het hem bekend dat er aantal zaken zijn, aantal wegen zijn in het district Wanica die dringend aangepakt moeten worden. En hij gaf eraan dat er in de komende maanden op naar de verkiezingen. En hij onderstreepte dan dat ook gelijk dat het geen showprojecten zijn, maar in de komende perioden zullen er heel wat zandwegen in het district worden aangepakt. U hoort openbare werken minister Riyad Noor Mohammed. 2020, we zijn leader. En we inderdaad achter de meerderheid. Aan RR-zetels, DR-zetels, maar straks zou ik denk dat ze iets in gaan houden. Als ik kijk naar de cijfers, dan zal dat veranderen. Hij gaat straks worden gevormd. Dus we hebben werk aan de winkel. Want als ik zo kijk naar de cijfers, dan gaat door de helft van de stem. En dat betekent dat je in 2050 de helft van de RRDR zou krijgen. Dat willen we niet. Tweede is, voor 2025 komen er 2000 jongeren in Lelydorp. Interessant. Ik ben 100% zeker dat met Melissa en heel team we erin moeten slagen dat deze mensen geen verkeerde keuze maken. Dat is één. En er zijn in heel Wanica 10.000 nieuwe kiezers, volgens de officiële CDB-groep. Plus de mensen die eigenlijk bang zijn om op de VHP te gaan stemmen, want ze zijn vastgeroest misschien in hun partij. We moeten overtuigen. We hebben zwaar. We moeten overtuigen dat ze loslaten partijen die in de geschiedenis nooit wat hebben kunnen bewijzen. We gaan niet overdrijven, maar we weten en we zien dat vandaag de VHP de enigste partij is die een land kan besturen. We hoeven niet tevreden te zijn, maar de enigste partij. De enigste partij die investeert in alle macht, rechterlijke macht, parlement, volk, regering, in alle ministeries. We hebben een president, die voorzitter is van de VHP, die werkt voor het hele land. Die mensen gaan langskomen en ze gaan beginnen met hier zijn er niets gedaan. Eerst een leugen. Jullie moeten ervoor zorgen dat deze mensen wat kennis weer bijgebracht. Het is leugen. Maar het is deze president die in elk geval samen met de minister van Financiën de economische crisis heeft gered. En dat is niet alleen voor u, het is voor het hele land. Het is deze president die de wereld toegankelijk heeft gemaakt. Voor iedereen in Suriname. Vorige regering mocht je alleen naar twee landen gaan. Toch? Het is deze president die die stelsel heeft veranderd met het parlement. Vandaag mag u stemmen op wie u wil. En zo kunnen we doorgaan. Ministeries hebben misschien niet voor iedereen kunnen werken. Omdat ik een voorbeeld, misschien hebt u een folie hier. Of er is een weg die slecht is. Toch? Maar de minister van Groei maakt misschien de weg in Marwijnen. Ja, dat is voor Marwijnen. Dat is niet voor hier. Dus ministeries hebben misschien niet alles kunnen doen. Maar die voorzitter heeft wel alles kunnen doen voor het hele volk. Dus daarmee hebben we die grote leugens van kracht. Dus partijen die hier langs komen, gelijk zeggen van, dit is de waarheid. En de waarheid aan informatie niet kent. We gaan verder moeten gaan, want ik heb gezien meneer Amsterdam heeft gezegd, er zijn zoveel stapels problemen. Ik weet dat straks die lijst van vragen waarschijnlijk lang zal zijn. Die vijf jaar is niet genoeg. Zeker op ministerieel niveau, op buurniveau, resortniveau, hebben we nog meer tijd nodig. Nog meer jaren nodig. Want de helft van de tijd is verloren gegaan om schulden en dat soort dingen op te lossen. Dus dat is belangrijk om te onthouden. Dan op OW-niveau, waar ga ik afsluiten, want ik heb een beetje griep, dus laat van mijn keren. Op OW-niveau zijn er inderdaad veel vragen. Ik ga even vertellen het beleid kort. De thema's die het ministerie van OW landelijk als verantwoordelijkheid dienen. Maar meestal zijn we geneigd te kijken naar onszelf. Toch? Wat is er gebeurd voor ons zelf, voor onze straat en dat is niet makkelijk geweest. We zijn inderdaad landelijk bezig geweest en we hebben vijf thema's. Wegen,
ontwatering, doet u zelf, minister LV gaat daar ook eventueel op ingaan. Verkeersveiligheid, woningbouw en staatsgebouw. Wat wegen betreft, heeft u gezien dat we vanaf 2021, 2022 langzaam begonnen zijn. Ondanks dat er geen geld was, zijn we begonnen met wegen rehabilitatie. In verschillende districten. Niemand kan zeggen dat de VHP, de minister van OE, ik kom bij de VHP, heeft gewerkt voor de VHP. We hebben vanaf Marwee tot Nikir, tot Brokkelpond vanaf, wegen voor iedereen aangepakt. Ontwatering voor iedereen aangepakt. Daarom hebben wij de tools om de mensen te overtuigen wat het verschil is tussen de VHP in de regering en wat andere politieke partijen hebben gedaan. We hebben alle tools in onze handen. Wegenprogramma, inderdaad, we zijn in districten begonnen en ik hoorde mevrouw afvragen over haar weg, maar we komen nu naar Wanica. Ik denk over een paar weken gaan we u uitnodigen, hebben we groot nieuws. Zullen we beginnen met de eerste wegen die in tientallen jaren geen beurt hebben gehad in Wanica. We hebben 3 programma's speciaal voor Wanica. 1 is het IDB-programma. Gaan we opstarten in Wanica, de langste wegen en bypasses zullen verhard worden. Daar hebben we het tweede programma goedgekeurd, Saoedi-financiering, ook wegen van Wanica. En 1 oktober gaan we met de begroting nog een hele stel wegen voor Wanica in het programma zetten. Als die lijsten goedgekeurd zijn, dan gaan we het geven via jullie structuren, dat moet je laten weten. Maar, onthoudt u goed, we gaan niet heel Wanica kunnen redden. En heel Paramaribo, heel Saramaki, heel Nigeria. Maar we hebben wel het voorbeeld gegeven dat we geen showprojecten doen, toch? Maar duurzaam beleid inzetten. En dat moet ook kosten. Woningbouw, laat me even wat zeggen, want we zijn hier in een gebied. En dan ga ik afsluiten waar we 2 verkavelingsprojecten hebben. Een Pippenbeerweg en Boerwadari, zo noemen we die verkavelingsprojecten. Die zijn vlak hier. Het zijn projecten van 30 jaar terug. Die mensen hebben nooit kunnen bouwen. Vandaag mag je gaan kijken. De regering heeft besloten. Dat zijn ongeveer 600 kavels, dacht ik. Om voor Wanica deze 2 gebieden te kiezen bouwrijk te maken. Vandaag worden ze bouwrijk gemaakt. Ik verwacht december dat de eerste paden gezet zijn. En dan kunnen de mensen bouwen. Toch? Ongeacht wie gaat. En dat is het verschil in het beleid. En zo gaan we door met het landelijk woningbouwprogramma. Het begint zijn vruchten af te werken. Gronden worden uitgedeeld, zekerheid. December gaan duizenden mensen. Want we hebben nog meer verkavelingsgronden die we mogelijk maken. Rieberg, Charlesburg. Gaan een paar duizend mensen hun grond kunnen zien met rode paden. En dan hebben we 7% lening. En ze kunnen bouwen. Maar die 7% lening bestond 10 jaar terug helemaal niet. Die bestond er niet. Deze regering, verworvenheid van deze regering, zodat alle jongeren kunnen gaan bouwen. Ik sluit af. En zo zijn er nog zoveel voorbeelden die ook kunnen aangeven wat ministeries hebben gedaan en wat de president heeft gedaan. Deze president laat iedereen werken. Laten we dat ook eruit halen, die perceptie. Zo'n vrouw moet 24 uur werken. Je kinderen moeten ook 24 uur werken. Ministers moeten ook keihard werken. Krijgen niets. Bij vorige regeringen mocht iedereen feesten. Zittend feesten. Die werkte niet op kantoor. Anders zijn de gevangenis beland. Zijn we vergeten. In Amerika. Heeft zichzelf verlost. Dat is het verschil. Bij deze voorzitter moet iedereen hard werken. En dat is het verschil tussen VHP en andere politieke partijen. Dus laten we door blijven werken. Met jullie ondersteuning. Als we komende verkiezingen meer dan 26 zetels hebben, dan ben ik 100% door de 5 jaar die hele achterstand in.